In dit filmpje zullen we zien hoe u de vensters in uw platform herschikt. We hebben hier de workspace bar met alle financiële instrumenten. Hier hebben we de designer bar en de grafiek en de rekeningen. Dus mijn peper treit Philippe en mijn andere peper treit. Als ik nu klik op een balk en de muis ingedrukt hou, dan zie ik dat ik dit kan verslepen. Ik kan bijvoorbeeld beslissen om dit venster naar links te brengen. En dan plaats ik dat bijvoorbeeld hier. Ik zie hier eens een voorbeeld hoe het eruit zal zien. Dus ik klik bijvoorbeeld hierop. Dus heb ik mijn rekening naar links gebracht. De tweede rekening wens ik daar ook te plaatsen. Ik klik op de balk. Zo. En dan plaats ik die hier. Dus ik heb mijn twee rekeningen netjes naar links gebracht en de workspace bar die verklein ik. Dus het volstaat om hierop te klikken en dan kan u inderdaad rekeningen verslepen en uw layout anders bouwen. Ook handig is het werken met live tables. We tonen het kort even. We klikken hier op Work, Spacebar. We zetten het even vast. We trekken even open. En dan ziet u hier Live Tables, Scanners. We klikken even op Scanners, Live Tables en klikken rechts en nemen Nieuw. Zo. We verkleinen. We herpositioneren. Zo, en dan ziet u hier bovenaan een tabel, zoals een Excel-sheet, en daar kan u een aantal instrumenten in slepen. Bijvoorbeeld zo. We nemen even de workspace bar en we zoeken nog een instrument waarop we willen handelen, de AEX bijvoorbeeld. Zo neem ik hier en sleep ik daarin. Zo, daar kunnen we content klaar een koersenbordje maken. Dat volstaat even aan te klikken om die dan te openen. Zo. Dus de rekeningen hier. Een koersenbord bovenaan eventueel. En onze grafieken daar. Koersenbord kan uiteraard ook verslepen. U kan bijvoorbeeld zeggen, ik plaats die ook hier onder mijn rekeningen. Zo kan u ook hier plaatsen. Dus gewoon even vastnemen. Navigeren over het platform en dan ziet u waar u het element wederom kan plaatsen. Zo, en eenmaal kant en klaar kan je zeggen, kijk, ik sla die pagina op. Save page as, dus bijvoorbeeld layout Philip. Zo. Zo, en ook de layout, of liever de live table, werd weggeschreven. Dus met één muisklik kunnen we heel snel de onderliggende grafiek openen vanuit de live table. Je kan dit dus zien als een soort koersenbord, en hier zien we de standen op de rekening.